Hallo allemaal, het is maandag 4 november 2024, nu 51, dus die voor 1 uur nacht. Wow, ik ben overnacht in Amsterdam, want het leven gaat verder en op een gegeven moment ben ik klaar met Walibi Friday Night. En dus heb ik besloten om naar Amsterdam te gaan, omdat ik de bus heb gepakt en dan naar de trein. Die is het niet verrijden vanaf Harderwijk. Nou, hoor, ik kan wel via Utrecht doen, maar het blijft niet handig, omdat daar heb ik niks te doen. Dus in Amsterdam heb ik tenminste wat te doen. Dus ja, met de bus. Ik zie geen nachtbus, dus game over. Dus 5:41, dus ja. Dit duurt lang. Ja, wat nu? Nou, laten we gaan avontuur. Om 5:41 pak ik de trein. En dan ben ik terug in Hoorn. 6:39. Fucking koud, dit lang dit zeg. Dus ik moet wat gaan opzoeken. En dan wachten tot een tijd verspilling is. Dus ja, ik ben nog nooit op maandag uitgaan geweest. Dus ik ga wel kijken eerst. Rondjes lopen, ik ben nieuwsgierig. En dat zie ik vanzelf al, de bewijs. 'S Nacht is eng, maar toch ben ik alleen. En ik ben niet bang voor. Laten we gaan. Ik ben benieuwd, maar ik heb eerst honger. Daarna ga ik eten hamburger. Daarna ga ik sowieso Rembrandtplein. Even lekker tijdverspilling. Deze Mackie is fucking lekker! We gaan eten! McDonald's! Het is lekker rustig. Kijk, super! Vrije plek, free roaming. Dus dit is lekker. Ik heb al gezien, was een goede in de avondwandeling. Wel voorzichtig voor sommige mensen. Zo, dat ziet er goed uit zeg. Krupsy King, hij is open. McDonald's ook. Het is 1:30 nacht. Nou, zo te zien is dit duidelijk. Want mensen leren via mij. En dat komt door dat ik aan het ontdekken ben. Het allereerste keer op maandagsnacht. Daarvoor heb ik het nog nooit gedaan dus. Dit is mijn first time. Zo cool om te explore. Het is wel rustig. Zaterdag en vrijdag weet ik wel super druk is. Maar today is different. Kijk, zo ziet het dus. Mooi. Febo is open. House of Freeze is ook open. New York Pizza. Wauw. Ik krijg daar trekken van. Oh my god. Dit is ook leuk. Kijk, dit is een Rembrandtplein. Oh, geweldig om te zien. Escape, Amsterdam is open. En het is wel rustig. Oh, wauw. Ik zie daar ook. Leuk. Een kroeg, café, whatever. Explore maar. Eerste keer party, overal hier, leuk, goede muziek, wow, hoe is dit hè?
Nou dat ik buiten ben, heb ik koud. Het is fris. Hij is koud. Kijk, als ik ga blazen, dan zie je wel wat. Nou, duidelijk. Mooi zo. Het is 4 uur en 36 minuten in de nacht. Zo. Check, het is oud. Super rustig. Mensen zijn binnen feesten. En ja, wel cool. Nou, ik ga wel eerder weggaan, want voor de zekerheid. Of anders kan ook misgaan, dus ja, op eigen risico. Nou, ook naar het treinstation. Er rijdt geen bus. En de politie zit er gewoon naar kijken, controleren. En hi jongens, als ik thuis ben, dan heb ik nog maar 3 uurtjes te gaan slapen en dan moet ik meteen wakker worden, omkleden en dan eten, drinken, dan de poetsen, op naar mijn werk. Zware werk, maar goed, tja, dit is het. Dus, shit happens. Ik ben niet de enige, maar het gebeurt met meerdere mensen dus. En er rijden geen, nachtbussen van eerder, dus meestal laat op zondag. Dus ja, ik bouw ervan. Maar goed, zaterdag en vrijdag is een ander verhaal dan zondag. Maar oké, wel voorzichtig, is heel creepy. Omdat het rustig is. En voordat ik geen weet... Je weet maar nooit wat er gaat gebeuren. Ik laat het verhaal aan weten. Dus het gaat nooit in het donkere of anders gebeuren iets scary. Zo. Maar dan nog erger. Boef. Dief. Whatever. Een crimineel. Die zijn nog enger dan spoken. Dus geen grapje.
En dat is geen crimineel. Dit is iemand die daar werkt. Lol. Ga alsjeblieft altijd in het lichtje lopen. En als wat gebeurd is, dan kunnen mensen het ook zien. Kijk, over die plekje. Maar niet in het steegje van het binnencentrum. Want daar kan je echt in een groot probleem. Want dan kom je waarschijnlijk tegen een boef. Die je nog nooit hebt gezien. En nog nooit verschijnt. Voor allereerste keer ga je hart verzakken. Jumpscare. Rennen naar je toe. Als een hard zombie. Maar dan iets harder. Dus dit is een waarschuwing. Don't do this. Dus ga op deze plekje. Safe. In het leegje. Veilig pad. Maar ja, goed. Ik ben eerder weggegaan voor de zekerheid. Want stel als er wat aan de hand is. Of wat gebeurt. Dus ja. Ben ik verantwoordelijkheid. Dus is van tevoren slim. Oh my god, joh. Ik heb vandaag hele dag gedanst. Oh my god. Mijn armen, mijn benen, voeten. Mijn lichaam zijn moe. Bij Wallaby heb ik de hele tijd gelopen. En minder gezeten op de bank. En ratten. Ratatatata. Zie je dat? Creepy. En ja, Wallaby heb ik minder rust. Want ik heb geen tijd voor om te zitten. Want er storen mensen voor om foto's met mij willen maken. Dus dat is gewoon geef hier op geld. En foto met mij kost 2 euro. Groepsfoto 5 euro. Ja, dat was het. En avond heb ik gedanst. S'nacht heb ik gedanst. En tijdens dansen in de café. Toen voer ik opeens mijn lichaam heel erg moe, vermoeiend. Want mijn lichaam is niet gewend. Vandaar dus geeft hij zich aan mijn hersenen dat mijn lichaam moe is. En dat die willen graag dat ik ga slapen. Dus ik ben niet gewend. Dus ja, helaas binnenkaas. Dus ik moet slaapritme oppakken. Maar dat duurt wel lang tot ik onder controle heb. Dus ja. Maar goed, aan de andere kant, dit is een geschiedenis. Leuke dingen meegemaakt en ook dingen die ik meegemaakt die ik niet leuk vond, zeg ik niks over. Tenzij als het echt, echt nodig is. Bovendien, ja, ik ben alleen. Ik ben met niemand dus. Dus dan ontmoet ik nieuwe mensen als ik in de kroeg ben of café, maar dan sneller, veel sneller dan met de groepen. Want met de groepen doe ik langzaam. Dus ja, dat is het verschil. Lopen in alleen vanaf Rempenplein naar Amsterdam Centraal Station. Ik kan dat tegen in eentje, want ik weet zeker dat het komt. Ik ben een man. De man die alles kan. I'm believing that. En ik doe dit al meerdere keren. Dus don't worry about me. Wat is dat stil zeg? Ik zie daar fiets. Relax. Nou, nog een paar uur te gaan, dan is het goedemorgen. Oh ja, om 6 uur in de ochtend is het goedemorgen. Dat mag ik zeggen. Goedemorgen, vroegvogel. Het is nog maar 4:51, dus nog 1:09 te gaan. En dan is het goedemorgen. 6 uur. Ja, leuk genoeg. Relax. En oh ja, ga nooit 's nachts die richting in, want dan kom je echt een big trouble tegen een
iemand die je niet kent en dat is een dief. Die schrik je verrot, maar dan een dief zonder masker. Dus, dat is een hint. Don't go to that way. Ik zeg dit gewoon tegen jullie voor de veiligheid. Dus onthoud het heel goed. Dingen die ik meegemaakt heb, dat noem ik levenservaring. Yeah. What's happening here? Ach, ontwijk ik makkelijk. Zo, leuk genoeg. Het antwoord is ja. Het is 4:55 minuten in de nacht. En zie ik daar een kerstboom en een mooie kroon. Wonderful. Very nice. Het is 5:03 in de nacht. Wauw. Super rustig. Wat is grappig hier. Kijk. Wat leuk om duif te zien. Nou, doei duif. Jammer, ik heb geen kever gezien. Zal leuk zijn. Dan zeg ik hallo kever en doei duif. En als diegene met mij tegenkomt die bij me uitdagen, dan laat ik ze schrikken. Of ik wil jou niet weg. Heb ik geleerd van Daisy of zo. Stacy. Van Halloween Fright Night. Dames en heren, als jullie graag een keertje uitgaan wilt in Amsterdam, dan moet je 18 jaar of ouder zijn. En vergeet ook niet 1 euro altijd meenemen voor de wc. Want de wc, dat kost het geld. Ook al ben je 1 keer geweest, maar moet je elke keer weer betalen. En dat is een tip. Dus neem altijd wat geld mee voor als je wc wilt. Dus het liefst via bankpas. Moet je betalen met dat kaart. Dan ben je klaar. Dus alright. Mooi zo. Ik hoop dat jullie goed begrepen hebben. Dames en heren, het is 5:15 in de nacht. En kijk, allemaal voorbereid. Goed bezig die winkel. Eten, restaurant, whatever. En mijn lichaam begint echt te voelen van vermoeidheid komt daaraan. En dat kan ik echt zien van hier voelen. Rustig hier. God, oh my god. I feel so tired. My body. Oh. Maar ja, moet ik volhouden. I can't do this. Oh my god. Vermoeiend, hè. Als mijn lichaam moe is, dan geeft het zich aan. Zo voel ik nogal in mijn hoofd. Echt een bed zoeken, joh. Maar reis terug is belangrijk. Lekker rustig. Oh my god. Ogen, man. Mijn stem is ook veranderd. Dat komt omdat ik moe ben. Het is 5:58, dus ik hoop wat er ook moois er is. Rustig plekje. Relax. Netjes wachten op de trein. Station Purmerend Overweer.
uit de trein. Ik heb mijn fiets opgepakt. En dan ben ik aan de fietsen. Het is ijskoud. Bovendien, het is niet zo lekker om te voelen in het ijskoud. Dus ik zag ik alvast wel. Het is 7 uur en 3 minuten in de ochtend. Ik ben thuis. Ik ga weer afsluiten. Oh my god. Nou, het was super koud. En dit was het dan. Bedankt voor het kijken. En slaap lekker. Want ik moet slapen. En daarna werken. Wordt zwaarste dag ooit. Later.